Ja, goedemiddag allemaal. Het is, even kijken, volgens mij het 10e webinar, zeg ik even uit mijn hoofd, vanuit Open. En Bart, misschien kan jij naar de volgende. We hebben een agenda die eigenlijk voortborduurt op het webinar van de vorige keer. Dus we gaan weer even net een slagje dieper op het eindresultaat van de PGO-test. En Erik zal dat weer toelichten. Daarna neemt Bart het stukje over. Vertelt wat we in de tussentijd aan het doen zijn. En wat we in het nieuwe jaar kunnen gaan doen. En wat wij gaan doen en wat jullie kunnen gaan doen. En wanneer er vervolgens sprake zou kunnen zijn van een brede uitrol. En we kijken nog heel even vooruit naar de volgende bijeenkomst in januari. Ik zou jullie willen vragen om, zoals gebruikelijk, als er weer vragen of opmerkingen zijn, die in de chat te plaatsen. En Anneke bewaakt de vragen en zal ervoor zorgen dat die ook aan bod komen. En Erik, volgens mij kan jij dan het stokje overpakken. Ja, Wout, dankjewel. Helemaal goed. De uiteindelijke samenvatting. Een stuk wat niet alleen van met mij is, maar van alle deelnemers die betrokken waren bij het testen. Dus we hebben dit eigenlijk uiteindelijk opgesteld met alle feedback en input van de verschillende leveranciers. Dus het is wat ons betreft ook echt een mooie weergave van hetgeen wat wij en de leveranciers met z'n allen in dit traject de afgelopen half jaar hebben gedaan met z'n allen. Dus we moeten wel verder. Het doel is dus ook om jullie inzicht te geven in hoe het per 30 november ervoor stond. Dus al die inspanningen die we met elkaar hebben geleverd. Er zijn nog een paar, omdat we nog wat extra feedback rondes hebben gehad, zijn nog een paar puntjes van na 30 november. Maar in principe is het overal is dat het beeld van 30 november. Dat is inderdaad wat ik eerder ook aangaf. Misschien gewoon goed om te blijven benadrukken. We hebben getest. We hebben met één testdossier getest. Die ingelezen is bij een praktijk die mee wilde werken. Zodat we eigenlijk alle ketens konden afgaan. Per keten was er dan één tester aangewezen. Die dan voor alle deelnemende PGO's een account heeft aangemaakt. En daar dat betreffende testdossier heeft bevraagd. En we hebben eigenlijk gewoon heel technisch getest, dus komt de informatie helemaal over. We hebben niet gekeken naar, natuurlijk hebben we daar feedback over teruggegeven, maar de beoordeling hing niet vast aan, staat het allemaal op een fijne, handige, logische plek. Onze doel was, komt de informatie allemaal over. en dat was voor ons om een beoordeling te maken of iets, wat ons betreft de check gelukt was. Of dat er nog wat werk was voor de deelnemers. Per keten is ook, nog even terug Bart. Per keten is er ook keuze gemaakt omdat we maar met één besturingssysteem hebben getest. Over het algemeen waren dat webapplicaties en een paar testers die hebben dan of met Android of met iOS getest. Maar de meeste waren met webapplicaties, dus we hebben alle varianten daarin geprobeerd. Denk ik ook gewoon iets bijt om goed om te weten. Dat is in ieder geval hoe wij het hebben ingericht. Mag die verder? Erik, ik zie even een vraag van Rens voorbij komen die ik toch even aan jou tussendoor wil stellen. Want hij vraagt van wat betekent het het momentopname van nu voor de werkzaamheid? Wat betekent het dat het om een momentopname gaat voor de werkzaamheid van PGO's nu? Dat er bepaalde bevindingen op 30 november nog open stonden. En misschien inmiddels al zijn opgelost. Dus wat hierin staat, dat een bepaalde PGO of de EPZA misschien nog een bevinding open had staan. Dat niet helemaal lekker liep tijdens die testen. Dat ze daar, misschien is de oplossing er al, misschien staat de oplossing inmiddels al in test. Misschien is het al geverifieerd. Dus in die zin is dit wel een momentopname van die test die wij in november hebben uitgevoerd en waarmee we de documentatie van dit stuk uiteindelijk eind november hebben opgesteld. Zal ik verder gaan of ik zie ook nog andere vragen op? Ja, ik denk zal ik die direct beantwoorden?
Nou, ik zie een vraag van Wim Segers en ik denk dat je daar later wel op komt, Wim. Dus ik hou hem in het smiezen of die beantwoord wordt. Ja. Heel goed, heel goed. Ik denk dat ik hem inderdaad wel beantwoord met het verhaal. Overzicht van de deelnemers. Deelnemende, dus welke DSA-HIS-combinaties we hebben gehad en welke PGO's. Er staan hier en daar staat een klein sterretje bij. Gewoon extra toelichting is dat. Niet iedereen heeft helemaal deelgenomen vanaf juni. En ook niet iedereen heeft deelgenomen aan die productietesten die we uiteindelijk hebben gedaan. We hebben wel wat criteria aangehanteerd. Dat we toch wel een bepaald niveau al moesten zien in de zandbakomgeving. En dat ze eigenlijk zelf dus ook al beschikbaar waren in productie. Dat was wel voor ons cruciaal daarin. Dus vandaar dat niet iedereen in alle fases overal getest is. Mag ik naar de volgende toe. Dit is wat overzicht. Hoe lang hebben we erover gedaan? Hoe hebben wij afgestemd? We hebben heel veel testdagen en technische stand-ups gehad. Heel veel bevindingen gedaan in pre-productie en ook in de eindsprinttesten. En ook ontzettend veel bevindingen opgelost met elkaar. En dat is dus nog steeds ongoing. Dus die bevindingen die daarin nog openstaan, betekent niet dat die nu ergens verdwijnen. Maar die blijven gewoon bij opgepakt worden door de deelnemers. En hoe, daar kom ik inderdaad straks dan later even op terug. Algemene bevindingen. Er staat nog een beetje ketenoverstijgende vraagstuk. Hebben we hier wat neergezet, eigenlijk wat voor allemaal geldt of heel breed geldt. We hebben nog een issue van welke patiënten moeten toegang hebben tot de huisartsgegevens. Daar bedoelen we mee van een patiënt kan verschillend geclassificeerd zijn binnen een HIS, zoals vast of als passant of anders. daar werken de meeste DSA's allemaal op dezelfde manier mee. En iedereen pakt alle patiënten volgens mij op dit moment. Met de uitzondering van Hink, die kijkt alleen naar de vaste patiënten. Er is wel verzoek van, hoe moeten we hier nu mee omgaan? Nou, dat ligt een voorlopig besluit. Deelnemers geven aan, daar kunnen we eigenlijk niet zo heel veel mee. Dus dat is wel een actie die op dit moment bij Nictus ligt, om daar meer duidelijkheid en richting in te krijgen. Dus dat is iets wat nog steeds open staat bij Nictus om mee aan de slag te gaan. We hebben nog een bevinding rondom Unique Resource Identifiers. Dat wil zoveel zeggen als dat, vooral met LSP Plus zien we dat, gegevens die overgehaald worden, dat er niet in alle gevallen lukt om bepaalde data te ontdubbelen door de manier waarop de DVZ-taat aanlevert aan het TGO. En dat betekent dat de PGO daar dan nog een actie in heeft om dat te ontdubbelen. Daar is ook gewoon de openstaande actie daarin is van PGO's die zijn niet helemaal blij dat deze actie dan van hun verwacht wordt. De DVZ-taat werkt aan een oplossing. Volgens het stelsel doen ze niet helemaal iets verkeerd. Binnen de regels van het stelsel hebben ze het goed gebouwd. Maar heeft dit het wel als gevolg? En dat is niet wenselijk. Dus ook daarvoor is nog in overleg met Nictus van hoe kunnen we dit ondervangen? Dat we eigenlijk allemaal op dezelfde manier de standaard interpreteren en toepassen. En dat de PGO's daar niet aan het einde daar nog rekening mee moeten houden. Die wel verder gaan. Dan komen we denk ik op de bevindingen per keten die daarin zitten. Hoe hebben we dit opgebouwd? We hebben eigenlijk per keten hebben we een overzicht gemaakt. Dit is voor CGM huisarts. In sommige gevallen zijn er bevindingen die voor alle PGO's gelden. Dat zijn een soort van algemene bevindingen. En soms is het iets heel specifieks voor een specifieke PGO. Nou, dat zien we hierin staan. Bij IFIDO staat er nog een PO2 bevinding over. Dat er nog niet altijd alle episodes zichtbaar zijn. Niet denk ik de plek om dat nu hier verder helemaal precies toe te lichten, maar ik denk dat dit gewoon per keten jullie aangeeft wat daar open staat. Dus mag die van mij gewoon verder gaan. Hier zien we iets vergelijkbaars. Zorg online. Jullie past deze combinatie, die heeft wel een aantal algemene bevindingen. Hink Medicom. Natuurlijk speelt daar het issue rond hem het vinkje om het te activeren voor het gebruik. Dan wel via registratie in Mijn Gezondheid, dan wel dat de huisarts iets in het HIS aanpast. Daar is ook over afstemming over met Hink, over hoe we daarmee om moeten gaan. Volgens mij
mag het in principe volgens de standaard en doen ze daar nu niet iets verkeerd, maar is dit mogelijk een heel onwenselijke manier hoe ze dit neerzetten? Dus daar is overleg over tussen met mij en Ink in ieder geval. Misschien nog even als toelichting, Erik. Ik heb daarover van de week nog contact gehad met vrouwenpartners. En volgens hun opgave zou activering nu ook op patiëntniveau, dus niet alleen op praktijkniveau, maar ook op patiëntniveau in ongeveer 88% van de gevallen al gerealiseerd zijn. Dus dat betekent dat toch de overgrote meerderheid van patiënten van medicom huisartsen nu ook toegang tot PGO's zouden moeten hebben. Ja, helemaal goed. En super om te horen trouwens dat er al zoveel zijn. Misschien hier ook nog een andere kanttekening is dat we met de laatste hertesten, het standaard testdossier, dus een beetje die testsituatie die we hebben kunnen creëren, die is op een gegeven moment, en dat kwam omdat we hier er tegenaan liepen met die status van het patiënt. Hier werd op een gegeven moment de tester als passant gemarkeerd en daardoor liep die testsituatie liep vast. En daardoor hebben we de laatste hertesten niet meer kunnen doen met het standaard testdossier, maar met een persoonlijk dossier van iemand. En dat is toen wel heel goed gegaan en heeft hij alles over kunnen halen. Dus in ieder geval overal connectiviteit. En een eerdere fase voordat we vastliepen met de tester, lukte het al om het standaard testdossier over te halen. Maar ergens in lang, gaandeweg is die status aangepast en liep dat vast en hebben we dat opgepakt met iemand zijn persoonlijke dossier. Mag ik verder? Bij Daedalus heb ik nog een punt met de algemeen punt, dat zien we dus bij alle PGO's terug wanneer de episodes op één dag ingevoerd zijn, worden ze soms niet helemaal lekker weergegeven. Zelf geven ze aan dat dit waarschijnlijk te maken heeft ook met de testsituatie die we hebben gecreëerd. Het gaat om dat we ergens zo'n met OVD-bestand is ingelezen en die is gekoppeld aan de tester. Dat is natuurlijk anders dan wanneer je een dossier gewoon live aan de voorkant van de applicatie invoert. En dat geeft dus in dit geval, heeft dat dus wel mogelijk, dat de reden waarom het een ander resultaat geeft. Ik zou zelf geven aan wanneer ze hetzelfde proberen met ingevoerde. Dus aan de voorkant van de applicatie invoeren. Dan lopen ze hier niet tegenaan. En daarnaast waren er een aantal specifieke PGO's die met wat autorisatieproblemen vastliepen tijdens de laatste hertest. Dus in meerdere fases ging het wel goed, maar bij de laatste hertest liep het tegen wat autorisatieproblemen aan. Verder. Dan heb ik bij LSP Plus, dan zal je zien dat je bij de alle LSP Plus verbindingen ook toch mee een aantal dezelfde algemene bevindingen terug ziet komen, kan denk ik best aan de volgende even uitleggen. Is ietsje uitgebreider. Want bij de meeste LSP Plus bij Omnis zag het er iets beter uit, maar met Promedico en met Hicks zagen we eigenlijk dat ze vastlopen op het ontsluiten van allergieën en medicatie. En in sommige PGO's dus ook de labuitslagen en de EMP-regels, en dat zien we dan ook wel weer terugkomen bij Omnis. Ook dat zou mogelijk te maken hebben, dat is een lange zoektocht geweest waar dat in zit, in het feit dat dus dat ingelezen met OVD-bestand, dat daar ergens mee te maken heeft. Hier zit dus nog wel even een iets latere update op, van 14 december, is dat zij denken dat ze de oplossing hebben gevonden en dat op dit moment in testfase is bij LSP+. Even als toelichtende vraag, Erik. Met het met OVD-bestand bedoel je het testbestand, klopt dat? Ja, dat was dan dat testdossier, ja. Ja, oké. Ja. En ik denk dat is iets wat nu eigenlijk geldt op de volgende sheets ook, met Promedico VDF en met Hicks zien we dat terugkomen. Iedere keer dezelfde resultaten. Dus dat is echt een bevinding bij LSP Plus, waar zij hard aan werken. We hebben nog twee andere. Francis, die hebben we de laatste hertesten hebben we die niet meer mee kunnen pakken, omdat wij zaten zelf met wat problemen met de testcapaciteit. En toen we het eenmaal wel op orde hadden, liepen we met de praktijk die meewerkte, liepen we vast met het koppelen van het testdossier en een nieuwe tester. Dat lukte een keer niet. Nou, een afstemming daarin liep niet zoals we hadden gehoopt. Dus helaas, de laatste hertesten zijn daar niet terug kunnen uitvoeren.
Wat in die eerdere testen, we hebben het eigenlijk 2 rondes van zo'n breed en alles beproeven hebben we gedaan. In de eerdere ronde zagen we eigenlijk zelf een vergelijkbaar beeld als met de andere LSP Plus ketens. En dan hebben we tot slot nog Tetra. Die hebben niet meegedaan aan de praktijktesten. Wel actief op de zandbakomgeving, dus de preproductieomgeving. En daarnaast zijn ze op eigen initiatief wel allerlei praktijktesten aan het doen met volgens hun goede resultaten daarin. Dus ook, en ook op die zandbak zien we dat er nu met steeds met meer PGO's goed uitgewisseld kan worden. Dan wat hebben wij eigenlijk sinds december, wat zijn we deze maand aan het oppakken? Komt hopelijk ook dat je vraag kan ik hiermee beantwoorden. Wij zitten nu volop in overdrachtgesprekken, want er waren nog openstaande bevindingen. En wat we daarin doen is eigenlijk, we hebben nu voor de huisartsgegevens wordt het eigenlijk overgedragen naar het reguliere beheerproces met netmeiregie. En dat is voor, juist voor het onderdeeltje huisartsgegevens. Dus per deelnemer, per leverancier hebben we daar nu een gesprek mee. Daar bespreken we ook de openstaande bevindingen die er nu nog zijn. Zodat netmeiregie daarvan op de hoogte is en daar ook op kan blijven monitoren bij de leveranciers. Als het iets is wat bijvoorbeeld bij een BVZA meerdere leveranciers raakt in de keten, dan worden daar ook centrale meldingen van gemaakt, zodat iedereen daarvan op de hoogte is en ook via die route geïnformeerd wordt van aanpassingen en updates wanneer iets opgelost is. Is het iets wat specifiek bij 1 deelnemer ligt, en dat zal vaker bij de PGO het geval zijn, iets is wat zij moeten oplossen, dan is dat nu iets wat de regie weet, met mijn regie weet dat. En verder is dat die bevinding dan in beheer van de PGO zelf. Testen voor alle leveranciers blijft volop mogelijk. En dat blijven ze doen ze op dit moment ook nog volop op die preproductieomgeving. Maar dus wel iets meer op eigen initiatief en onder eigen regie. Wij blijven nog wel steeds faciliteren dat ze met elkaar alle testdossiers en inloggegevens op 1 plek gedocumenteerd staan. Dat ze dat daarin terug kunnen vinden. En als ze daar iets in wijzigen, dat ze dat via ons kunnen communiceren naar hun allemaal toe. Dus we helpen daar nog wel een beetje mee. We willen daar steeds meer hun eigen regie in geven, maar de techniek en de plek om dat met elkaar te beproeven, die blijft gewoon openstaan en maken ze ook volop gebruik van. En we blijven dus veel met hun in gesprek, wekelijks, en daar verschuiven we ook wel een beetje de aandacht naar de andere gegevensdiensten die er aankomen, met de afspraak, zelfmeting en PDFA. En de huisartsgegevens komt daar ook nog steeds gewoon in terug. Daar hebben we volop afspraken met hun over om daar in contact te blijven. En voor huisartsgegevens komt daar bijvoorbeeld dan nu specifieke casus uit de praktijk die we een keer in willen brengen en met elkaar willen bespreken. Ik heb volgens mij nog eentje vanaf januari. Dan zouden we natuurlijk graag zien dat jullie kunnen gaan starten en gaan starten met de pilots in de regio's. En kan niet vaak genoeg benadrukken, stem hè, de laatste ontwikkelingen ook op basis van deze resultaten af met de DFSA-HIS en de PGO die je daarin wil betrekken. Want dit is, zoals ik zei, een momentopname. Ze kunnen echt al wel weer 3, 4, 5 stappen verder zijn. PGO on Air heeft in de planning om een actieonderzoek te starten. Wij blijven dus afstemmen met de leveranciers. En we zullen ook nog, als er iets breder een update geven op deze stand van zaken, over de onderhandelde bevindingen die er nog openstaan. Daar blijven we ook in gesprek. En half januari nog een keer de leveranciers af om de bevindingen die hier nog in benoemd staan te vragen. Hoe staat het daarvoor? En kunnen wij een ander algemeen beeld met iedereen delen. Zeker, heb ik nog eentje. Nou, vorige keer ook gedaan. Heb je hier vragen over, of over hoe we te werk zijn gegaan, of wil je een pilot gaan starten en je wilt daar eens een keer over sparren, of je hebt vragen daarover, of je wilt eens een keer met ons over hebben, neem vooral contact met mij of Bastiaan op, dan kunnen we dat verder toelichten en jullie op weg helpen. Ja, dankjewel Erik. En ik merk ook dat laatst ook omgekeerd gebeurt. Hè? Dus ik werd van de week benaderd door Bastiaan met een vraag. Die had een vraag vanuit een ziekenhuis. Die graag samen met huisartsen iets wilde gaan doen. En dus ook vanuit jullie worden er soms contacten gelegd om initiatieven aan elkaar te koppelen. Ja. Misschien is het tijd om even wat vragen te beantwoorden. Anneke, je had ook al wat vragen. Ja, ik heb ze even bewaard tot Erik zijn verhaal heeft afgerond.
Tobias vraagt inhoudelijk over CGM-huisarts en of dit inhoudt dat het met alle CGM-huisarts met alle PGO's volledig naar behoren werkt. Of is er alleen getest met twee genoemde PGO's? Nee, dit werkt met alle deelnemende PGO's. Dus met alle 9, zeg maar. 9 of 10. 10. Ja. Ja, dus alle PGO's die... Die mee hebben gedaan aan die productietest, als die daar niet expliciet benoemd worden van hey, hier staat nog een bevinding open, dan betekent dat dat het met de anderen werkt. Ja, en Wim vraagt of er een concrete lijst is, want het is natuurlijk een opsomming per his in dia's. En eigenlijk, ik weet niet, Wim, kijk jou even naar jou, of je ook refereert aan de tabel die eerder is gedeeld. Ik weet dat nu op ViaDesk heeft een van onze collega's, Ewout, die heeft daar zelf het initiatief toe genomen om dat in een tabelletje te zetten. Is dat wat je bedoelt, Wim? Ja, want we zullen toch naar de huisartsen toe moeten. Die komen met de vraag van wat kunnen wij aan onze patiënten laten horen? Welk PGO in ieder geval op een beetje redelijke manier communiceert. En dat miste ik nog een beetje, dat ik dat overzicht niet goed in een hanteerbaar format ter beschikking hebben. En jouw vraag is dan ook nog, is dat niet misschien een mooie taak voor open? Ik denk dat we dat gewoon centraal moeten doen, dat niet elke regio op zijn eigen manier daar vorm aan geeft. Vraag is duidelijk. Het punt is wel dat vanuit met mij, dat zal Erik ongetwijfeld kunnen bevestigen, is gebonden aan afspraken die daarover met de deelnemers gemaakt zijn, dus met de leveranciers gemaakt zijn. En dat betekent eigenlijk, ja, het enige waar met mij over communiceert is of een leverancier het met mijn label heeft of niet. En voor welke gegevensdiensten dat met mijn label geldig is. Allerlei aanvullende informatie van doet het beter of minder goed dan een ander, dat is ingewikkeld. Wat wel is afgesproken is dat PGO's die eigenlijk in de praktijk nog niks hebben laten zien, dat die ook niet in de PGO-keuzehulp komen. En in januari wordt die gepubliceerd. Een nieuwe versie van de PGO-keuzehulp. Dus eigenlijk is wat dat betreft ook de veiligste weg voor praktijken en regio's is toch ook vooral om patiënten die daar vragen over hebben te verwijzen naar pgo.nl en naar de PGO-keuzehulp. En op het moment dat je daar een PGO kunt vinden, dan gaan we ervan uit dat dat een PGO is die... En in de PGO-keuzehulp wordt ook wel volgens mij onderscheid gemaakt van is deze geschikt voor gebruik bij de huisarts? Ja, er zijn natuurlijk specifieke PGO's die alleen voor de geboortezorg zijn. Ja, dat is dan niet zo relevant om die te gaan kiezen op het moment dat je hem voor de huisarts wil gebruiken. Dus ja, ik denk toch dat wat dat betreft de meest aangewezen weg is om te verwijzen naar pgo.nl, naar de nieuwe keuzehulp die er straks in januari is. En als daar een PGO gevonden kan worden, dan lijkt dat voldoende garantie te hebben dat je daarmee aan de slag kunt. En wat denk ik, als ik daar nog op mag aanvullen, is dat wat we nu in dit overzicht ook laten zien. En ik hoop dat je hem ook zo... dat ik het zo heb kunnen overbrengen, is dat het eigenlijk op alle ketens niet eens zo heel veel uitmaakt welke PGO dat je gebruikt. Er zijn een aantal ketens waar het gewoon echt in de hele breedte goed gaat voor alle PGO's die hebben meegedaan aan die eindsprinttesten die we hebben gedaan. Er zijn een aantal die hebben daar niet aan deelgenomen. Nou, dat staat in het overzichtje aan het begin. Er zijn een paar waar nog een specifieke melding op open staat. En verder zijn er voor een paar ketens waar er nog een issue bij de DVZA en het HIS ligt. Dus dan maakt het niet uit welk PGO dat je gebruikt. Iedere keer zal je tegen dezelfde bevinding aanlopen. Dus over de breedte gezien gaat het gewoon, ja, maakt het niet zo heel veel uit welke van de 10 PGO's die je hebt, die hier dan mee hebben gedaan, die je dan zou kiezen voor een bepaalde keten. Anneke, waren er nog andere vragen? Ja, zeker. Ik wil heel even, want ik zag een handje van Tobias nog voorbij komen. Is dat naar aanleiding van het antwoord van eerder Tobias? Stel je vraag maar even mondeling anders. Ja, dat was een vergissing hoor. Oh, oké. Okay. Verkeerd knopje. Okay. En Renzi vraagt nog of de nieuwe gegevensdienst op dezelfde wijze getest gaan worden als de huisartsgegevens.
Ja, PDFA wordt nu al zo getest. Dus ja, zijn ze al druk mee bezig op de Zandbak-omgeving. E-afspraak en zelfmetingen zijn nog niet helemaal zo ver. Daar hebben we nu wat sessies met Nictus er ook bij. En soms ook met Mariette Willems om daar gewoon meer wat soort van ontwerpsessies met de deelnemers te hebben, met de leveranciers. Hey, dit is belangrijk om rekening mee te houden. Hoe zit de standaard in elkaar? Dus daar zitten we een beetje in die fase. Het is wel dus zeker de bedoeling dat dat allemaal, in ieder geval de preproductie, de Zandbak-omgeving, daar weer helemaal beschikbaar voor is. Of we echt helemaal dezelfde proces ook weer gaan toepassen. Dan gaan we gewoon kijken of dat op dat moment is wat de leveranciers nodig hebben. Maar de faciliteiten zijn er in ieder geval wel. En ik denk ook, Erik, dat er inmiddels ook dit vergelijkbare ervaring worden opgehaald in een aantal andere sectoren. Dus dan denk ik even aan de GGZ. Ja, voor de GGZ zijn we ook vergelijkbare aanpak aan het doen. Voor de BGGGZ die daarbij zit, daar zitten we ook volop in deze pre-productietesten. Met een aantal ketens. En ook voor VIP 5 en VG zijn we ook eigenlijk vergelijkbare gesprekken. En aan het kijken van hey, wat past bij die gegevensdienst. Past daar een vergelijkbare aanpak of iets anders. Zandbak, de pre-productieomgeving, is beschikbaar voor alle gegevensdiensten. En we kijken gewoon welke begeleiding best passend is voor de leveranciers die daarop mee aan de slag willen. Ja, en VG is vrijgevestigd, hè? Dat is een subonderdeel van de GGZ. Oké, dankjewel. Volgende vraag van Karen. Je vraagt of er nog problemen te verwachten zijn als praktijken andere besturingssystemen gebruiken. En dat er maar per combinatie op één besturingssysteem getest is. Als praktijken andere besturingssystemen gebruiken. Je bedoelt Karen met... Kan niet uitsluiten. Ja, dat is denk ik het enige wat ik daarop kan antwoorden. Volgens de PGO zelf niet. We gaan het beleven allemaal, geloof ik. Martijn vraagt of jij wat nader zou toe kunnen lichten welke afspraken worden gemaakt en op welke termijn er voortgang kan worden verwacht als het gaat om de issues met de Unique Resource Identifiers. Je gaf aan dat hierover een gesprek met Nictus wordt gevoerd. Dus kun je dat nog iets nader toelichten? Ja, dat zit deels in die oplossing die LSP Plus nu dus in de testomgeving heeft staan. Ik zit niet helemaal tot in de technische details van die oplossing. Maar dat heeft in ieder geval mee te maken met wat zij nu dus in de testomgeving aan het uitvragen zijn. Maar in een iets meer algemenere zin is er door eigenlijk alle leveranciers, door DVZA's, is er gevraagd aan Nictus om hier met meer richting te komen. Hoe bepaalde dingen geïnterpreteerd moeten worden. En waar we eigenlijk een beetje een discussie over hebben gehad, is dat we vragen nu LSP Plus om iets wat ze in principe goed hebben geïnterpreteerd en niet verkeerd doen, het dan toch anders te interpreteren. Terwijl ze het eigenlijk dus volgens de standaard niet fout hebben gedaan. Dus dat betekent dat we eigenlijk LSP Plus vragen om een fout in de standaard te verbloemen of niet te zien of zo. Dus daar zit een soort van de discussie nog in. Maar aan de andere kant kiest LSP Plus ook wel de praktische weg om ook wel toch wel gewoon met een oplossing te komen. Maar in het groter plaatje is het natuurlijk wel de bedoeling dat we niet individuele deelnemers tekortkomingen in de standaard laten oplossen. Oké. Dankjewel. En Rens vraagt nog even wat dat betekent voor de planning van de zelfmetingen. Daar iets op de... Ontwikkelvraag 3. Misschien even een aanvulling. Ik begreep net, Erik, dat je zoiets zei van er worden nu gesprekken gevoerd met de leveranciers over een soort van ontwerpfase. Toen dacht ik even, maar wanneer mogen we dan verwachten, zeg maar, dat die zelfmetingen ook getest en bruikbaar worden? Ja, volgens mij zijn een aantal DVZA's er echt al heel ver mee, dat die al wat een en ander hebben ingebouwd. Wanneer dat exact rijp is voor dit soort preproductietesten, daar moet ik het antwoord schuldig op zijn. Komen we zo misschien nog op terug. Daar wil ik wel even achteraan gaan of we daar wat van kunnen zeggen. Heel graag, dankjewel. Ja. Wat ik ervan weet via Mariette Willems is dat er inderdaad één leverancier al met een
dat de PGO een veldtest gedaan heeft, dus eigenlijk al een werkende oplossing aan het uittesten is, en dat bij andere leveranciers nog minder ver zijn. Maar dat ze er op zich wel allemaal mee bezig zijn. Ja, Anneke, zijn we er? Er is nog een vraag van Tosca over wat gaat PGO On Air nu precies doen. Tosca, bedoel je daarmee over communicatie? Of wat is jouw vraag? Of laat hem even liggen, gaan we even door en kijk even naar Hans qua tijd. Dat we daar misschien aan het eind nog even aan terugkomen. Ja, ik denk dat Bart daar misschien ergens in zijn verhaal nog wel iets over kan zeggen. Ja, klopt. Daar kom, daar kom ik zo terug. Helemaal goed. Nou, wat mij betreft kan Bart hem dan overpakken nu. Ja. Gaan we doen. Dankjewel Hans, dankjewel Erik. Het volgende punt op de agenda, wat is er eigenlijk in de tussentijd gebeurd? Hè? Want de testfase is afgerond. We hadden 2 december al een webinar gepland om daarover te praten. Dat is eigenlijk nu gebeurd, maar in de tussentijd hebben we natuurlijk niet stilgezeten. Want wij zijn druk bezig met het maken van afspraken met VWS. En dat doen wij niet alleen vanuit het open bureau, maar dat gebeurt ook op een wat hoger niveau bestuurlijk, zeg maar, vanuit de koepels, dus vanuit LHV, INE en NAG. Waarbij eigenlijk de boodschap is, jongens, we hebben toch flink wat vertraging opgelopen met elkaar. Dus eigenlijk zou je, als je heel streng bent, dan zou je kunnen zeggen, ja, we zijn nu zo langzamerhand, ergens in het voorjaar van 2022, zijn we misschien pas op het punt waar we in onze oorspronkelijke plannen, die we in 2018 gemaakt hebben, dachten dat we in 2020, juli, 1 juli 2020, hadden we eigenlijk al gedacht te zijn waar we nu pas een beetje aan beginnen te komen. Dus dat wil gewoon zeggen, ja, daar is best veel extra tijd in gaan zitten. En dat laat natuurlijk de vraag open, wat kunnen we dan in het jaar wat we nu nog hebben, nog voor zinvolle activiteiten in de keuzemodules en in de rest van het open programma uitvoeren? En met name, hoe leiden deze tot een goedgekeurde subsidievaststelling aan het eind van het programma? Waarbij je natuurlijk voortdurend in het oog moet houden, ja, die subsidievinkjes, dat moet natuurlijk nooit het doel zijn. Maar het is natuurlijk wel vervelend als ze er niet komen, want dan hebben we er last van. Dus vandaar als eerste is, wat kunnen we nog voor zinvolle activiteiten doen in de keuzemodules het komend jaar? En hoe leidt dat dan tot een goedgekeurde subsidievaststelling? Nou, dat, in principe zijn alle partijen van goede wil, ook VWS, van iedereen wil graag dat we met z'n allen de eindstreep halen en op een goede manier de eindstreep halen. Maar daar zitten best wel wat praktische dingen in. Hè? Want hoe toon je nou aan dat alle praktijken een werkende PGO-koppeling hebben? Want dat is wel iets wat in die subsidieregel staat. Dat moet je hebben. Nou, wordt aan gewerkt. De molens in Den Haag malen niet als allersnelste. Antwoorden die we graag, waar we met smart op zitten wachten met z'n allen, die duren soms wat langer dan dat we graag zouden willen. Maar we komen erop terug. Er is voldoende besef dat dat hier een uitspraak over moet komen bij alle betrokken partijen. En dus nogmaals, zowel op het uitvoerend niveau als op het bestuurlijk niveau zijn we hiermee bezig. En voor nu betekent dat je eigenlijk gewoon wel eventjes kunt afwachten wat er besloten wordt voordat je daar als projectleider actie op moet ondernemen. Ondertussen was er toch wel weer goed nieuws, vond ik zelf althans. Afgelopen weekend kreeg ik een appje van Mariette Willems, van moet je nou eens horen wat er bij mij op de mat gevallen is. En dat ging over het blad De Dokter. Dat is het ledenblad van de LHV, wat bij alle LHV-leden, en dat zijn er volgens mij meer dan 10.000, op de mat valt. En daar stond een heel leuk artikel in over feiten en fabels over de persoonlijke gezondheidsomgeving. Nou, we hebben hem ook al op Viadesk gepubliceerd en via onze website. En via deze link kun je hem ook bij de LHV inkijken. Als je het nog niet gedaan hebt, doe het vooral. Echt een leuk artikel. Wat dus ook bij huisartsen nu onder de aandacht wordt gebracht. Van ja, je moet toch echt een paar dingen doen. Maar ook aandacht besteed aan veel gestelde vragen over PGO's. En die op een goede manier beantwoord vinden wij. Dus ik denk dat dat ons zeker gaat helpen. En het feit dat LHV nu dit soort communicatie doet, waar ze natuurlijk toch in het verleden ook nog wel een beetje aarzelend waren over PGO's, dat is positief. En daar kunnen we ook in de loop van het komende jaar nog wel ons profijt van hebben.
Zodat we zo'n artikel in de dokter of een nieuwsbrief van de LNV kan enorm helpen om wat aandacht te creëren en ook mensen de juiste stappen te laten zetten. Ondertussen hebben we ook weer nieuwe getallen over online inzage. En dat is dan natuurlijk nog steeds voornamelijk via portalen. Alhoewel we ook de eerste HIST-leveranciers nu hun gegevens gedifferentieerd hebben aangegeven. Dus we hebben van twee HIS'en nu scheiding in van de logdata van portalen en PGO's. En daarin zien we dat er bij die twee HIS'en inmiddels, ik geloof iets van 400 PGO-gebruikers staan geregistreerd. Hè? Dus ook het spontaan gebruik begint langzaam op gang te komen. Maar dit zijn de getallen van het afgelopen kwartaal. Dus eigenlijk nu van de eerste 6 kwartalen. Dus de eerste anderhalf jaar sinds 1 juli 2020 dat we dit bijhouden. En je ziet dat het toch eigenlijk vrij lineair aan het doorgroeien is. Het vlakt een klein beetje af. Hè? Dus we dachten natuurlijk van, stel nou dat iedereen een keer gekeken heeft en daarna nooit meer, dan zouden die cijfers ook wel weer kunnen gaan dalen. Maar dat gebeurt gelukkig niet. We zitten nu op richting de 1,8 miljoen unieke gebruikers. En daar is ongeveer een kwart daarvan is echt een heavy user. De rode balk betekent dat mensen meer dan 5 keer gekeken hebben in het afgelopen jaar. De oranje balk is 2 tot 5 maal inzaag. Dus dat betekent als je de rode en de oranje balk bij elkaar optelt, dat ongeveer 2/3 van alle gebruikers meer dan 1 keer heeft gekeken. En de blauwe balk, dat zijn de mensen die 1 keer hebben gekeken. Ongeveer 1/3 van het totaal. Dus ik vind het nog steeds wel hoopgevende cijfers. Als je deze lijn voorzichtig een beetje vooruit projecteert, dan zou dat betekenen dat we, als je hier nog 4 kwartalen weer optelt, er komt ongeveer een kwart miljoen gebruikers per kwartaal bij. Dat zou betekenen dat we dan aan het eind van 2022 2,8 miljoen gebruikers zitten. En dat is ongeveer 20% van de volwassen bevolking boven de 16 jaar. En dat is denk ik een mooi resultaat. Onze ambitie landelijk met het open programma was 40%. Dat gaan we waarschijnlijk niet halen. Of het moet met de PGO's opeens verschrikkelijk hard gaan. Maar 20% is wat als inspanningsverplichting in een aantal modules staat genoemd voor online inzage. En het ziet eruit dat we dat ook wel gaan halen met z'n allen. Dus dat vind ik, voor mij vind ik dat goed nieuws in ieder geval. Bart, mag ik je nog heel even vragen ook, hè? Want we doen natuurlijk per kwartaal, geven wij het gebruik aan via lijsten en de statistieken op via Desk. Mm-hmm. Daar wordt zachtjes aan, wordt daar ook de splitsing gemaakt tussen de PGO en portaalcijfers. Hè? Kun jij daar iets over zeggen, hoe dat de komende tijd wordt aangeleverd? Ja, wat wij aan alle HIST-leveranciers hebben gevraagd is om dat gesplitst aan te geven. Wat ik net vertelde is dat er inderdaad 2 HIST-leveranciers zijn die dat nu al gedaan hebben. We verwachten dat daar eigenlijk ieder kwartaal weer een aantal bij komen. En begin januari zijn er weer voortgangsgesprekken met alle HIST-leveranciers. Dan gaan we ze vanuit Stichting Legio daar ook nog een keer bewijzen hoe belangrijk dat is. Ook voor hun klanten. Hè? Dus dat het ook voor huisartsen heel fijn is als ze op die manier kunnen aantonen dat hun PGO-koppeling werkt. Want dan hoeven ze daar verder eigenlijk niks voor te doen. Onze verwachting en ons streven is om ervoor te zorgen dat in de loop van 2022 alle HIST-leveranciers dat kunnen. Zodat we inderdaad dan ook voor alle praktijken gedifferentieerd kunnen aangeven of er online inzage heeft plaatsgevonden en via welk kanaal. Ja, tot nu toe, zeg maar in de afgelopen statistieken zijn dat tot nu toe alleen OmniHIS en ProMedico VDF. Ja, klopt. Dat zijn de Robin, eerste 2 hissen. Antwoord op jouw vraag, ja. Dat zijn natuurlijk relatief kleine hissen. Dus, ja. Maar goed, die hebben dan toch een paar honderd PGO-gebruikers al geregistreerd. Ja. En dus dat betekent als je dat nou landelijk vertaalt, dat het er waarschijnlijk een paar duizend zullen zijn, landelijk gezien. En dat klopt ook wel een beetje met de cijfers die we via met mij terugkrijgen. Dat er ongeveer 6000 actieve PGO-accounts zijn op dit moment. En aangezien bijna alle zorgverleners op de zal huisartsen zijn, zullen die 6000 toch voor een belangrijk deel ook zich op de huisarts hebben gewend voor hun gegevens. Oké, dan hebben we het vuurwerk gehad en dan gaan we ons bezighouden met de vraag, wat gaat er in 2022 gebeuren en wat doet Open en wat kunnen de regio's? Nou, wat wij gaan doen, hebben we eigenlijk de vorige keer ook al wel verteld, is we hebben
dit voorjaar hadden we al een soort handleiding gemaakt voor de PGO-ervaringstest fase 2, zoals we hem toen genoemd hebben. Die gaan we aanpassen en herzien en weer even up-to-date maken. Daar gaan we begin januari mee aan de slag. En bij de volgende ronde van de werkgroep en bij het volgende webinar, die allemaal zo'n beetje in de tweede helft van januari plaatsvinden, verwachten we dat we daar al wat eerste resultaten van kunnen laten zien. Verder is, en hier kom ik ook terug op de vraag, wat gaat PGO On Air aan communicatie doen? Wat PGO On Air in januari beschikbaar gaat stellen, is de nieuwe PGO-keuzehulp. Dus dat is vooral handig om patiënten naar te verwijzen en eventueel ook praktijken die daar wat meer over willen weten. Er komt een bestelportaal, ook in januari, waarbij je ondersteunend materiaal, dus bijvoorbeeld folders die je zou kunnen gebruiken, of filmpjes voor op de wachtkamerschermen over PGO's kunt bestellen als praktijk en ook of als regio. En die kun je ook laten personaliseren, dus daar kun je ook je eventueel specifieke gegevens nog aan toe laten voegen, heb ik begrepen. Nou, er komt dus de mogelijkheid om deel te nemen aan het actieonderzoek. Er wordt door PGO On Air op 25 plekken actieonderzoek gedaan. Inmiddels zijn de eerste 3 daarvan gedaan. Dat gaat dus over niet alleen over de huisarts, maar over de veel bredere toepassing van PGO's in de zorg. Ik denk dat grofweg ongeveer 5 van die actieonderzoeken zouden in de huisartsenzorg kunnen plaatsvinden van de 25 die er in totaal worden gedaan. En mocht je daar belangstelling voor hebben, dan is het denk ik interessant om je daarvoor te melden. Zoals het er nu naar uitziet, gaan we ook de mensen van PGO On Air die daarmee bezig zijn een keer uitnodigen in een webinar of in een werkgroepbijeenkomst om die contacten te leggen. Dus daar komen we op terug. En PGO On Air is ook bezig met het ontwikkelen van een e-learning voor zorgverleners over het gebruik van PGO's. Dus er komt van allerlei ondersteunend materiaal. De rest van de communicatie zal voorlopig nog eventjes op een laag pitje blijven. Totdat er voldoende reden is om de volgende stap te zetten. Dus als je het hebt over communicatie vanuit PGO richting de Nederlandse bevolking. Daarvan is nu afgesproken dat doen we voorlopig nog even niet. En ik kom zo nog terug over op wanneer dan wel. Ja, en Bart, Mariska die vraagt ook in dat kader van op welke wijze de communicatie wordt afgestemd met het VIP-programma. Omdat zij hebben natuurlijk de bekende doelstelling aan het einde. En zij gaan natuurlijk ook communiceren. Hoe kijk je daar naar? Ja, daar zijn we ook mee in gesprek. En we hebben ook al genoemd dat het de wens om te communiceren, omdat je een bepaalde doelstelling wil halen, eigenlijk ook pas echt zinvol is op het moment dat je ook de mogelijkheden hebt om die doelstelling te halen. Hè. Dus vandaar dat we daar zijn we ook wel met zowel met mij als met VIP5 over in gesprek. Ja, wat dat. Ga daar verstandig mee om. Daar vindt de afstemming plaats. Ja. Daar vindt de afstemming plaats, ja, klopt. Ja. Dan hebben we de afgelopen tijd, daar hebben we ook wel eens eerder iets over verteld, hè, zijn een aantal projectleiders ook met mij in gesprek geweest over waar staan we nou eigenlijk? En ook naar aanleiding van wat zorgen over de eerste ervaringen dit voorjaar en het feit dat we inderdaad gewoon nog minder ver zijn dan dat we hadden willen zijn. Dus Adrie en Bas en Sophie, maar ook een aantal anderen, dus als ik je naam niet noem, voel je niet tekort gedaan, die hebben daar aan meegewerkt. En eigenlijk heeft dat tot dit plaatje geleid. Dat zou je ook wel een soort volwassenheidsontwikkeling van een systeem kunnen noemen. Ik denk dat het wel goed is om het hier te hebben over een keten of een systeem en niet over een product. We hebben natuurlijk in het begin, op dit voorjaar, wel een beetje arrogant geroepen van de huisartsen zijn klaar voor de PGO's. Zijn de PGO's ook al klaar voor de huisarts? En dat wekt de indruk dat het probleem is van het product PGO. Maar dat is eigenlijk niet terecht, zijn we nu achter. Hè? Erik vertelde net ook al dat er toch ook nog wel wat problemen aan de HIS en aan de DVZA-kant zitten op dit moment. En het moet dus eigenlijk ook gaan over hoe volwassen is de keten als geheel. En PGO-leveranciers hebben wat dat betreft natuurlijk een beetje een ongemakkelijke positie, want op het moment dat het PGO het niet werkt, dan krijgen zij de schuld, ook al zit het probleem heel ergens anders.
Dus vandaar dat we nu ook zeggen, ja, het gaat eigenlijk om de volwassenheid van het systeem of het concept. Nou, we hebben natuurlijk dit voorjaar, was er eigenlijk sprake van een niet levensvatbare situatie. Hè? We merkten dat het af en toe werkte, maar toch heel vaak ook niet. We hebben nu de testfase achter de rug en we zijn nu eigenlijk bezig om... We hebben nu een systeem wat in de meeste gebruikelijke situaties wel werkt. Dat zou je een minimal viable system kunnen noemen. En dus geen product. Daarmee gaan we nu eigenlijk de start-up fase in. En uiteindelijk als je over brede uitrol hebt, dan heb je het over de scale-up fase. Nou, wij denken dat we in grote lijnen nu zijn waar de stip staat. Maar in sommige gevallen ook misschien wel weer wat verder. Ik sprak een PGO-leverancier die in Friesland, en Geert Helder weet daar ongetwijfeld meer van, al bepaalde gebruiksvriendelijkheidsaanpassingen aan het doen is, waardoor je eigenlijk al in dat eerste lichtgroene blokje bezig bent, hè, om te kijken of je het systeem bruikbaar voor de meeste gebruikers kunt maken. Dus het loopt niet altijd lineair volgens dit schema en er zijn ook best wel wat differentiaties in aan te brengen. Dus misschien zou het ook wel eens interessant zijn om straks na een paar maanden nog eens te kijken van ja, waar staat die stip nu? En bijvoorbeeld staat die voor de ene keten op een andere plek dan voor de andere. En ik denk dat het ook heel, heel nuttig is om die ervaring dan met elkaar te delen. Maar eigenlijk betekent dat nu dat de vraag die we nu met elkaar kunnen beantwoorden. Hey, dit voorjaar zaten we met de vraag, hoe komt het dat het niet werkt? Maar nu zijn we toch toe door al het getest van de afgelopen maanden aan de vraag, werkt het voldoende in de meest voorkomende praktijksituaties? En uiteindelijk komen we misschien ook nog een keer aan de vraag toe, kunnen we nog wel werken zonder het systeem? Of hoe hebben we ooit een leven zonder PGO's kunnen leven? Nou, daar zijn we nog lang niet. Maar ik denk dat deze vraag voor nu wel de meest relevante vraag is. En we hebben hier vorige week al heel even een eerste aanzet voor gemaakt in de module 5 werkgroep, maar we zijn nog niet toegekomen aan het wat meer gedetailleerd beantwoorden van deze vraag. Van, hè, wat is dan het soort variabiliteit die we zouden willen en kunnen onderzoeken de komende maanden? En de testsituatie is eigenlijk van een solo praktijk met een heavy user met meerdere chronische aandoeningen. Maar misschien willen we ook wel eens kijken hoe werkt het in een apotheekhoudende praktijk, waar mogelijk ook de gegevensdienst medicatieoverdracht een rol gaat, of medicatieproces een rol gaat spelen. Hoe werkt het in de verschillende samenwerkingsverbanden in gezondheidscentra, in kostenmaatschappen en hoeden en noem het allemaal maar op. Hoe werkt het bijvoorbeeld met mensen die verder niet zo vaak op spreken komen, maar wel contact op afstand hebben? Kunnen we ook wel iets zeggen over wat PGO's zouden moeten kunnen voor zelfmetende patiënten, dat soort zaken. Ik denk dat we daar ook in januari met elkaar in de werkgroepen weer verder over gaan en een voorstel voor gaan doen. Waarbij ook hier weer geldt, deel vooral je ervaringen. We hoeven niet alle wielen afzonderlijk van elkaar opnieuw uit te vinden. Maar zit jij in een regio met veel apotheekhoudende praktijken, dan is het misschien handig als jij je daarop richt. En zit je in een regio die eigenlijk alleen maar uit gezondheidscentra bestaat, dan is het onderzoeken van de werking van PGO's in samenwerkingsverbanden natuurlijk voor jou heel erg voor de hand liggend. Mag ik daar één ding bij zeggen? Ja. Want dat is wat ik nu ook echt wel terugkrijg tijdens die overdrachtsgesprekken. Zeker de PGO's, die willen dit ook heel graag. Die willen juist ook deze vragen gaan beantwoorden en dat ook samen, volgens mij ook wel zeker met jullie ook wil gaan doen. Ja, die staan echt op te trappelen om deze fase nu in te gaan. Klopt. Ik denk dat Geert Helder daar eigenlijk ook al de eerste ervaring mee heeft. Hè, met de PGO-leverancier die dan ook heel snel bereid is om aanpassingen te doen. Als die merkt dat dat voor gebruik in de huisartspraktijk nuttig is. Dus om die reden hebben wij ook, dat weten jullie denk ik al wel. Anders zeg ik bij deze nog een keer. We hebben de contactgegevens van de verschillende regionale projectleiders ook gedeeld met de PGO-leveranciers. Dus op het moment dat PGO-leveranciers belangstelling hebben om met hun PGO in een bepaalde regio ervaring te gaan opdoen, dan wat dit betreft ook de bal een beetje bij hun om daar contact over op te nemen. En de contactgegevens met de DVZA-leveranciers, die zijn al bekend, die hebben we al eerder gedeeld. En de hissen, die weten jullie over het algemeen ook wat te vinden, denk ik. Dus aarzel vooral niet om daar inderdaad contact te leggen. Nog even het plaatje wat we ook al eerder hebben laten zien. Hè? Wat betekent dat nou voor de verschillende keuzemodules?
hè, voor meerdere bronnen ben je dan vooral, als je met PGO's iets wil, ben je vooral afhankelijk van andere VIP-regelingen. Nou, we weten dat daar al wat eerste contacten gelegd zijn tussen ziekenhuizen en GGZ-instellingen. We gaan in januari ook nog een keer op terugkomen, verwachten we, om daar een concreet voorbeeld van te laten zien, van wat voor afspraken worden daar dan gemaakt en hoe werkt dat dan. Zelfmeetgegevens hebben we het al even over gesproken. Hè. Daar zijn nu de eerste veldtesten gaande. Op andere plekken zijn leveranciers druk bezig, maar we verwachten toch dat we daar in het tweede kwartaal van 2022 ook weer aan de slag mee kunnen, waarbij we ook denken dat de regio's die voor die module hebben ingeschreven daar ook een rol in kunnen spelen en daarmee ook aan hun subsidievoorwaarden kunnen voldoen. Dat is althans het streven. En nou, ervaring opdoen met PGO's module 5, dat is eigenlijk waar we het net al de hele tijd over hebben. En nogmaals, oproep, deel je praktijkervaring. Gelukkig zien we dat het al veel gebeurt op Vierdesk. En ja, nou, dat gaat daar vooral mee door. Het komend jaar is onze oproep. Dan de grote hamvraag. We hebben eigenlijk gezegd, we hebben nu de overgang van de testfase naar, nou ja, de pilotfase of de gecontroleerde livegangfase, hoe je het noemen wil. En wanneer kunnen we nou die volgende stap zetten? Nou, daarvoor zijn eigenlijk twee dingen nodig, naar onze indruk. En die volgende stap is dan brede uitrol. En dat is dan ook weer gekoppeld aan communicatie vanuit PGO en R. Nou, op basis van de kwalitatieve gegevens die wij nu de komende maanden in de open regio's gaan ophalen. En dat is eigenlijk, zou je dat kunnen vertalen als het antwoord op de vraag, werkt het in de huisartspraktijk in de meest voorkomende praktijksituaties? Nee, dus ja, eigenlijk is ons streven om die vraag bevestigend met ja te kunnen beantwoorden. Dat is één voorwaarde die we nodig hebben om een volgende stap brede uitrol te kunnen zetten. En het tweede zijn eigenlijk de kwantitatieve gegevens. Hè. Met mij, die houdt rapportages, die maakt rapportages van wat er per maand aan activiteit op het stelsel plaatsvindt. Op basis van gegevens die van de deelnemende leveranciers, dus de PGO-leveranciers en de DVZA-leveranciers, wordt aangeleverd. En daarop kun je het antwoord geven op de vraag in hoeveel procent van de gegevensoverdracht in de huisartspraktijk verloopt die succesvol. Nou, daar wordt op dit moment hard aan gewerkt om die cijfers ook ja, betrouwbaarder, beter en inzichtelijker te maken. Maar die hebben we ook wel nodig om die volgende stap te kunnen zetten. Op dit moment durf ik het niet aan om hier een datum aan te hangen. Nou, ik ben een positief gestemd mens, dus ik hoop dat we hier in de loop van 2022 gaan toekomen met elkaar. Maar wanneer precies durf ik nu nog niet te zeggen. Dus dat zal denk ik toch heel erg afhangen van wat we de komende periode met elkaar gaan ervaren en ontdekken met elkaar. Dus ja, dat is dan toch een beetje een cliffhanger aan het eind van 2021. Maar hopelijk gaan we daar het komende jaar met elkaar het antwoord op vinden. Ja, dat is ook zo, Bart. En volgens mij, Anneke, was er nog wel een vraag in de chat? Er zijn nog twee vragen. Misschien eventjes hier nog een blik op en dan gaan we naar het einde, zal ik ze vragen. Oké, prima. Ja. Nou, ga je gang, Bart. Sorry. Ja, nou ja, dit kunnen jullie lezen. Dus we hebben deze week sturen we nog weer een update, ook met de link naar deze presentatie in de video van dit webinar. En dan is het even vakantie. Wij zijn een week dicht. Open is tussen kerst en oud nieuw gesloten. Maar begin januari beginnen we langzaam weer, zijn we in ieder geval weer open, maar zijn er ook nog wel wat mensen weg. Dus eigenlijk in de tweede week van januari zijn we weer een beetje op volle sterkte. En de week daarna beginnen ook de werkgroepen weer voor de verschillende modules. En eind volgende maand hebben we weer een webinar, waar we dus ja, misschien alweer een stukje van de vragen die we nu nog niet kunnen beantwoorden, wel kunnen beantwoorden. En ja, dat is dus voor de komende periode. En ja, dan heb ik nu nog even tijd voor wat vragen uit de chat, Anneke. Ja, Bart, dankjewel. Sophie vraagt of er een plek is waar we, zeg maar, de ervaringen die worden tijdens de uitprobeersels in de regio's kunnen bundelen, zodat dat allemaal bij elkaar komt en niet allemaal op losse plekken op Vierdesk. Ja, daar gaan we. Ik kan er twee dingen over zeggen. We zijn
het ophalen van de ervaringen van deelnemers aan focusgroepen of wat voor vorm je dan ook kiest. En dat kunnen zowel patiënten, zorgverleners als leveranciers zijn. Die gaan we gecentraliseerd verzamelen door middel van een vragenlijstmodule die we samen met PGO On Air beschikbaar stellen. Daarin heeft Open een eigen, zeg maar, een eigen omgeving waarin wij de gegevens vanuit die verschillende pilots kunnen verzamelen op een semi-gestandardiseerde manier. Dat is een vragenlijst, enquêtemodule die ook door de patiëntenfederatie wordt gebruikt voor hun patiëntenpanel. Dus het is echt een robuust systeem wat vele duizenden gebruikers aan kan. En dat heeft ook als voordeel dat als wij dat voor Open doen en andere VIP-regelingen maken daar ook gebruik van, dat ook die gegevens bij elkaar opgeteld kunnen worden. Dus ook al heb jij maar ervaringen met misschien 5 patiënten, als we dat landelijk verzamelen, ongeveer op dezelfde manier, en ook nog eens via de verschillende, over de verschillende VIP-regelingen heen, dan hebben we uiteindelijk een kennisdatabase waar we ook wel wat verdergaande conclusies aan kunnen verbinden. Dus dat is de ene plek in ieder geval waar dat soort gegevens wordt verzameld. Ik denk dat we ook nog even moeten nadenken, want dat zal misschien niet... verder is natuurlijk, misschien kan jij er nog iets over zeggen, Erik, op welke wijze eventuele technische issues, die lopen natuurlijk via de leveranciers. Hè? Dus op het moment dat je in jouw pilot de deelnemende leveranciers hebben hun eigen kanalen om eventuele technische bevindingen op een centrale plek met mij neer te leggen. En ik denk dat de twee plekken zijn die er op dit moment zijn. Ik denk dat we met elkaar nog even goed moeten nadenken of we daarmee dan alles hebben afgedekt of dat we nog een andere manier nodig hebben om eventuele ervaringen te verzamelen. We hebben inderdaad het verzoek gekregen van een paar leveranciers nu om of we in deze pilot technische bevindingen gelinkt aan dit soort pilots, of we die nog via het bevindingensysteem wat we ook voor die testen hebben gebruikt gelogd zouden kunnen worden. Dus dat zijn we aan het kijken of we dat kunnen organiseren. Oké. Is de vraag daarmee beantwoord? Voor nu wel, denk ik. Bart? Ja. Er was nog een andere vraag. En ik denk dat we daar ook zeg maar in het vervolg ook op de... te nemen stappen, dat we daar natuurlijk ook informatie over geven wat waar hoort. En daar komen we natuurlijk op terug om dat te verzamelen en kenbaar te maken. Ik zie ook nog in een schuin ooghoek, maar ik zie ook de tijd dat Martijn heeft antwoord in de chat op Karen gesproken gegeven. Ja. En ik denk dat als het de module 3 workshop op dinsdag, mijn chatdingetje staat ervoor. Dinsdag 18 januari kunnen we dit verder uitdiepen. En als er verder nog vragen zijn, kan natuurlijk altijd met ons gebeld worden over dit soort inhoudelijk specifieke zaken. Hans. Yes. Ja, wij danken jullie allemaal weer voor jullie tijd. Erik, dankjewel voor jouw uitgebreide toelichting. En Bart voor je verhaal. En ik wil jullie namens Open ontzettende fijne feestdagen wensen. En we zien jullie allemaal graag weer in het nieuwe jaar. Fijne dag verder.